je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag gaan wij een mega groot zandkasteel bouwen met 10 man! Ja, je hoort het goed. Wij gaan een levensgroot zandkasteel bouwen binnen 5 uur tijd. En dit doen wij natuurlijk niet alleen. Is toch geweldig. Laten we beginnen. Ik denk dat Britt wel het beste is voorbereid van ons allemaal hier met dit schepje. Dat is wel echt een zandkasteelschep. Dit heeft ervaring. Oh. Liefde. Maxime, kijk eens wat voor schep Britt heeft meegenomen. Die gaat echt gewoon heel het kasteel bouwen. Deze gaat het verschil maken. Ja. Over kastelen bouwen gesproken. Ja. Zullen we beginnen? Ja, is goed. Hey! DJ van vandaag hoor ik. Nou, ik doe mijn best als het kan. Maar, wat voor plaatje ga je draaien nu? Nou, we gaan denk ik even een visje te draaien. Want, doet dit goed, de DJ? Niet normaal. Niet normaal. Is het helemaal de vibe, hè? Helemaal de graad vibe. Oké. Zo. Ik heb een camera. Wat is er? Oh, hoe gaat het? G. G? Nee, L. Ja, lekker. Oh, nice. We zijn nog maar 10 minuutjes zo bezig. En we zijn echt heel erg fijn. Kijk wat we nu al hebben. Je merkt gewoon een beetje dat iedereen al een beetje moe begint te worden. Want het nu is al, best wel intensief. Het is best wel warm. Dionne hier die heeft een drone meegenomen om even wat mooie upperbeelden te schieten. Want zo hoog wordt hij. Oh. 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 Zoals je ziet werkt de drone, maar we moesten nog even bespreken hoe we het kasteel zo praktisch en hoog mogelijk konden maken. Ik denk dat we een ingang moeten gaan maken, anders komen we er niet meer uit. Laten we eerst een ingang maken. Welke kant is het beste? Ja, de keuze is gemaakt. Ja. Oké. Ja, dat is gecommuniceerd. Daar is de ingang. Hoe gaat het stampen? Ja, heerlijk. Kan je het even laten zien? Ik zal het even laten zien. We kunnen nu inhuren op www.danielstuksemuur.nl. Ik heb ook een taak gekregen, jongens. Schepper kan ik niet, dus ik moet maar water gooien. De watervrouw ben jij. De watervrouw. Oh. Dat voel ik me ook. Marit. Ja. Wilt u daarmee stoppen, alstublieft? Oké, sorry. Nee, Louis, nee. Nee, het was een grapje. Zo. Ik heb zo naar mijn zin. Even het innerlijke kind naar boven. Ja, ik zie het aan je. En kijk eens hoe hard Maurice hier aan het werk is. Doe ik het ook goed, mama? Alle jeugd gaan. Jij doet het goed. Vandaag wordt er ook een award uitgereken. Voor degene met de beste outfit. Ja, dat wordt zo leuk. Dat is niet heel moeilijk. Hoezo niet? Kijk eens naar jezelf. Wauw. Jij hebt de kaplaars aan en een korte broek. Maar ze zijn niet waterdicht, heb ik net uitgevonden. Echt? Ik heb sompige sokjes. Wie verkoopt de kaplaarzen die niet waterdicht zijn? Daarvoor heb je kaplaars aan. Dat doe je toch niet voor je lol aan? Nee, dat heb je juist omdat ze waterdicht zijn. Op dit punt waren we alweer 1,5 uur aan het bouwen. Het was inmiddels alweer 12:30 'smiddags. Dus tijd voor een lekkere lunch. Maar lieve mensen, geniet ook even van deze heerlijke timelapse die we de afgelopen 2,5 uur aan hebben staan. Het is pauze! Ja! Eten ligt daar. En hier hebben we lekkere broodjes. En hier ook kleden, dus iedereen kan wel even een kleedje pakken ofzo. Dat hebben we verdiend hoor. Kijk eens. Ik ben echt best wel ver. Jullie mogen ook zitten, hè? Er is hier zeg maar plek. Ja, nu niet meer. Nu is er geen plek meer. Maar toen was het weer tijd om flink door te werken. Jongens! Letterlijk niemand luistert. Ja! Het is tijd om een zand kasteel te bouwen! Energie zit er niet helemaal meer in. Nee! We hebben dit even een beetje uitgegraven tot een mooie. Nee, je moet oppassen, want Daniel gooit al het water in je gezicht. Heb je net allemaal water over mij heen gegooid? Nou, het gaat goed. We hebben nu denk ik wel de diepte gevonden waar we moeten zijn. Maak het even glad zo en dan gaan we... Ik heb nog nooit zo diep gezeten. Wow.
see me rolling, they hate it. De kuil is diep, maar we zijn ergens achter gekomen. Kijk, zo hoor je gewoon alle wind en de muziek en de mensen. Maar als je dus lager gaat, wow, helemaal stil. Dit is pas echt een bunker. Er zijn zoveel mensen die aan ons vragen, zijn jullie een diepe kuil aan het graven? Vragen ze echt aan een kuil aan het graven? Ja. Dan zien we eruit alsof we niks te doen hebben. Ik denk dat we sowieso uitzien alsof we niks te doen hebben. Oké, genoeg gepraat. Het wordt tijd dat er even doorgewerkt gaat worden. Loopneus, mijn hoofd, mijn vingers zat tussen de schep. Laat je hand dus even zien. Hier bloedde het net en mijn pinkie zat tussen de schep. Maar verder is wel leuk. Wanneer gaan we de torens doen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dan wordt het nog echt wel. Jawel. We hebben weer even een kleine pauze. Want het is vermoeiend, dames en heren. Het is niet normaal. Wat zit je aan het lachen? Niks. We hebben het over hele normale dingen. We hebben net ons diploma gehaald. Zandkasteel bouwen. En, ja. Eens. Ja, dat is zeker waar we het over hadden. Ja, we hadden het helemaal niet over die naakte man met s***. Oh. Knoflook. Lekker stinken. Als je de gemiddelde leeftijd hier wil weten. Ik heb geen idee eigenlijk. Wat zou hier de gemiddelde leeftijd zijn? 21, denk ik. Nee, ik ouder zelfs. 23,3. We hebben twee stukers. Brit, Daniel. We hebben twee watermannen. Niek. Ja. En Mauricie staat erachter. En de rest gaat scheppen. En dan gaan we de toren bouwen. Altijd herres, vooral als ik een koekje eet. Ja, altijd herres, wanneer ik een broodje aan het eten ben. De Joni heeft stokken uit het strand gehaald, kijk maar. Die stokken hebben wij dus niet zelf meegenomen. Die zijn ergens vandaag... Deze hebben we gekocht. Bij de karwei. Maar wat gaan we nu met die stokken? We gaan nu een frame maken. Dus we gaan die paal hier erin slaan. En dan gaan we er waarschijnlijk een schep bovenop zetten. En dan gaan we met zand gaan we een soort van ingang maken. Denk je dat het kan? We komen er vanzelf achter. Ik betwijfel het. Sometimes you just gotta be brave. Bij mijn lieve schat, dit is een one night stand. Hoop jij dat iemand anders als je weet wie ik ben. Tijd voor een dance battle. Man het ook zo top. Je moet die man blurren, want die man verliest zijn baan straks. Ik denk oprecht omdat ze de effort gewoon echt kunnen waarderen. Ik denk echt dat ze denken, ja, maar dit is echt heel ziek. Ik vind dat we hem straks gewoon op funda moeten zetten. We zijn inmiddels alweer 4 uur verder en dichter bij het eindresultaat. Maar hoe chill zou het zijn als er net iets meer mensen wilden meehelpen? Vraag jij jou, als jij nu toch aan het scheppen bent, en dan gaat het wel een stuk sneller. Ja. Dit is Aaron, hij gaat meedoen. We hebben nog een. Oh! Doe je ook mee? We hebben een waterdrager! Yeah. Hey. Hey. Hoe heet je? Justin! Applausje voor Justin! Yes. En Aron! Wat ga jij doen? Ik ga modder maken. Zo, een schepskies aan, hè? En dan doe ik een beetje water erbij, zo. Zo, en dan? En dan nog een beetje zand, want het is iets te veel water. En dan roeren. Wauw! Kom maar, dan geven we dat aan de cementmaker. Die Joni? Ja, ik ken wel. En dat is dan de... Hij is een beetje kapot. Nee! Oh nee! Shit! Ja, dan mag je mijn opa gaan terugbetalen. Je opa? Deze een ode aan de stuk. En tijd voor de begrafenis. Van die stuk. Nou, dankjewel. Rest in peace. Mooi hè? Ja. Ik ben echt al heel lang dan met Tina achterin daar bezig geweest, maar die ziet er nog steeds gewoon niet uit. Ja, maar kijk, weet je, je hebt een graver nodig, een bouwer en een
finishing touch. Hier hebben wij twee super goede gravers. Hele goede. Kijk, zonder hun was het ook niet hetzelfde geweest. Goed bezig. Ja. Wat is jouw functie nu? Mijn rug is verbrand, kijk. Oh! Wow! Holy shit. Kan je misschien zonnebrandje geven? Heb je nog geen zonnebrand opgesmeerd? Oeh, sukkel. Ik ga even zonnebrand halen. Verbrand of niet, we zijn nog niet klaar, dus we moeten nog even doorbouwen. Wat denkt u dat we hier aan het maken zijn? Een zandkasteel. En wat voor cijfer geeft u het zandkasteel? Nou, een dikke 7. Een dikke 7? Ja, ja. En wat zou hem nog beter kunnen maken? Dat je al die dingen gelijk maakt, zeg maar. Oh, de torentjes gelijk? Al de torens gelijk maken. Oh, ja. Ja, daar heeft u wel een punt. Ja. Ja. Oh, wat gebeurt hier? Nee. Oh, hij stort in. Ja, nee. Nee. We moeten stukken. Stukken van het leven. Draait om squatten, hè. Vanuit diep vanuit je hoofd, jongen. Oh, nee. Oké, we moeten hem niet meer dunner maken, want dan zakt hij in. Hard werken, jongens. Dit mag niet meer gebeuren. Dit mag niet meer gebeuren. En toen was het eindelijk zover. Ik ben niet normaal trots op iedereen die heeft meegewerkt aan het bouwen van dit kasteel. Staat iedereen in dat ding? Niet iedereen staat erin. Iedereen, kom erbij. Ja, ik moet erop. Je moet erop. Het is officieel. Het zandkasteel is klaar. Om dan gewoon... Als je een hele zand hebt. Ja, dat is ook nog. Ja, ik voel me echt... Water! Ja, hier heb ik mijn hele leven naartoe gewerkt. Heerlijk, en dan komt het moment eigenlijk daar. En ja, inderdaad. We moeten in het... Jongens, waarom zullen we een woordkasteel? Ja, we moeten erin. We moeten erin gaan. Maar eigenlijk hebben we het alleen maar hiervoor gedaan. Al dat werk... Ik voor dit moment. Is gewoon voor dit moment. Nou, dit was het absoluut waard. Ja. Zeg dat wel. Even een applausje voor ons. Woe! Ja, ik ga die milder inschijten, sowieso. De knuffel maar gauw, zet je stoel voor.